Dit zijn mijn creaties die ik heb gemaakt met de paintmarkers. Ik vind ze allemaal heel erg leuk, maar mijn favoriet is toch wel het kleine pennenbakje met de bloemen. Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Action DIY. Mijn naam is Elise en misschien ken je me wel van mijn eigen creatieve YouTube kanaal Elise Dingen. Vandaag heb ik hier een leuke DIY voor je en ik had zo'n zin om deze video te maken. Ik ga namelijk aan de slag met deze paintmarkers. Dit zijn stiften waar eigenlijk een soort verf in zit. En als het goed is, dekken ze heel goed. Ik was zo nieuwsgierig. Vandaag ga ik ze samen met jou uitproberen. Wat mij nou leuk lijkt aan deze paintmarkers is dat je ze op verschillende ondergronden kunt gebruiken. Bijvoorbeeld hout of metaal, maar ook gewoon op papier of karton. Maar ik dacht, als je ze dan toch op hout of metaal kan gebruiken, laat ik eens even kijken in de winkel waar je ze dan op kunt gebruiken. En ik heb een aantal opties meegenomen. Het zijn er best veel, gewoon om je een beetje te inspireren waar je deze paintmarkers voor kunt gebruiken. Bijvoorbeeld om dit schattige houten vogelhuisje mee te versieren. Maar ik zag ook dit leuke houten dienblad. Deze was er ook in zwart en daar zou het ook op moeten werken. En ook deze houten onderzetters. Ik denk dat dat ook heel tof is. Of wat dacht je van een leuke teksthandletteren op zo'n toffe voorraadpot? Dan zou je bijvoorbeeld op het glas kunnen schrijven of op de houten deksel. En ook zag ik bamboemanden in verschillende maten. Hier een kleine om bijvoorbeeld je washi tape in te bewaren. Of deze grote en dan schrijf je er art supplies op. Dan kun je al je knutselspullen daarin bewaren. En heb je nou zin in een iets groter DIY project? Wat dacht je ervan om je eigen lamp te maken? De stiften zouden ook op metaal moeten werken. Dus je kan op de hele lamp, zowel de kap als de standaard, tekenen met deze stiften. Hoe cool is dat? En mocht je nieuwsgierig zijn, ook deze lamp is er in het zwart. Ik heb zelf ook nog een pak schuurpapier meegenomen. Dit is niet per se noodzakelijk, maar mocht je nou net een beetje wat splintertjes of oneffenheden ontdekken in je hout, dan is schuurpapier met een fijne korrel heel prettig om het net even iets mooier te maken. Nou, genoeg gekletst. Ik wil die stiften uitproberen, dus laten we dat doen. Hier zijn ze dan. Laten we eens even naar de kleuren gaan kijken. Ook tof dat ze in een mooi bewaarblik zitten. Ik zie heel veel verschillende vrolijke kleuren. En ook een beetje een goudtint en een soort zilver, zwart, grijs en wit. Dus je hebt best wel veel verschillende tinten waar je mee kunt werken. En sommige stiften, zoals deze, die lijken aan de dop te zien metallic te zijn. Dus ik ben heel benieuwd of hier dan ook een metallic paarse kleur uitkomt. En als ik dit zo zie, dan heb ik meteen al een aantal favorieten. Deze, die past ook mooi bij mijn nagellak. En ook deze kleur vind ik heel erg tof en die licht roze. En ook deze vrolijke zomerse kleurtjes, daar maak je mij heel erg blij mee. Maar we gaan ze natuurlijk allemaal even testen. En daarvoor heb ik een vel papier gepakt. En wat belangrijk is met dit soort stiften, is dat je ze niet meteen kunt gebruiken. Je moet ze namelijk eerst even schudden en daarna even de punt pompen. Dan gaat de verf lopen en dan kun je ze gebruiken. En mocht je er nou zelf mee aan de slag gaan en denken, hoe zat het ook alweer? Op de achterkant van de verpakking zie je die instructies ook staan. Dus eerst even schudden, daarna de punt een paar keer indrukken. En dan zie je vanzelf dat de verf gaat lopen en dan kun je hem gebruiken. Begin ik met deze vrolijke mintkleur. Eerst even schudden. Je ziet eigenlijk nu al dat er nog geen kleur in de punt zit. Als je hem nu zou gebruiken, dan gebeurt er helemaal niks. Dat komt omdat we de verf dus nog moeten activeren. Daarvoor druk je dus de punt zachtjes in. En dan merk je vanzelf dat de verf gaat lopen. Je ziet het al een klein beetje op het papier. Doe dit een aantal keer, niet te vaak of te snel. Want dan zul je zien dat er heel veel verf uit gaat lopen. En dat is natuurlijk ook niet handig. Langzaam maar zeker kleurt die punt dus steeds meer in de kleur die we willen hebben. En zoals je ziet kun je hem dan gebruiken. We werken hier dus eigenlijk met verf. Dat is wat er in zo'n stift zit. Dus zorg er wel voor dat je je tafel of ondergrond goed beschermt. Want je wil natuurlijk geen verf op de tafel hebben. Oeh, deze blauwe kleur die heeft een beetje een metallic glansje. Terwijl die opdroogt zie je de glans eigenlijk steeds meer komen. Oeh, deze roze kleur is ook echt heel erg leuk. Ik ga de rest van de stiften even activeren en dan ben ik zo bij je terug wanneer ik de rest van de kleuren ook heb getest. Zo, en dat is dan de laatste stift. En tot nu toe moet ik zeggen dat ik de kleuren wel echt heel mooi en heel dekkend vind.
Waar je even rekening mee moet houden is dat ik ze nu op papier test. Maar dat dit eigenlijk niet heel geschikt is voor gewoon papier. Er zit verf in de stiften, dus de stiften zijn best wel vochtig. En papier, misschien ken je het wel als je bijvoorbeeld gaat waterverven op gewoon papier. Dat gaat heel erg bobbelen en dan wordt het papier niet mooier van. Maar we kunnen zo wel met een neutrale ondergrond even kijken hoe tof de kleuren zijn. En het viel me op dat sommige stiften wat dunner zijn en dan kan je er dus ook mooi mee handletteren. Ik heb even een H gemaakt als voorbeeld. Sommige kleuren hebben dus ook die metallic glans. Maar ik denk dus dat dit mooier is op hout dan bijvoorbeeld op papier. Omdat papier dus eigenlijk niet heel geschikt is voor het materiaal wat in de stift zit. Maar wel fijn om te weten welke kleuren we hebben. Dan kunnen we nu lekker aan de slag met een leuk DIY project. Maar ja, wat gaan we nou doen? Er zijn zoveel leuke dingen wat je hiermee kunt doen volgens mij. Het leek me ook wel leuk om misschien een bakje te maken voor die stiften. Dat we deze daarvoor gebruiken. En dat we het erop schrijven dat ze hierin bewaard kunnen worden. Ja, ze hebben natuurlijk ook een mooi blik waar ze al in zitten. Dus we zouden hier ook iets anders op kunnen schrijven. Zoals washi voor onze washi tape. Mocht je ze wel ergens anders in willen bewaren. Niet elke stift is even groot. Dus als je ze in dit bakje wil leggen. Deze past erin. Maar deze is bijvoorbeeld een slagje groter. Nee, dat lukt denk ik net niet. Dus dat is even een goede om rekening mee te houden. Ik wil een leuke bak hebben waar ik al mijn creatieve spullen in kan bewaren. Dus dat wordt deze bak. En die moet er natuurlijk ook creatief uitzien. Dat is wat ik nu ga doen. Ik ga aan de slag met deze drie kleuren. Die vind ik heel erg leuk bij elkaar passen. En ik pak wit erbij. En voor de zekerheid ook zwart. Om misschien wat details te maken. Maar dat gaan we straks zien. Dit wordt een beetje mijn hoofdpalet. En ik kies deze kleuren alvast. Zodat ik zeker weet dat het bij elkaar gaat passen. En het niet één grote regenboog wordt. Dat is natuurlijk ook leuk. Dat kun je ook doen. Maar ik kies er bewust voor om met een palet te werken. En wat goed is om te benoemen. Is elke keer als je de stiften er weer bij pakt. Dus stel je voor je maakt vandaag iets. En je gaat morgen weer verder. Dan moet je ze dan opnieuw weer even schudden. Doe dat wel met de dop erop, want je wil geen stippenverf overal hebben. Wat mij leuk lijkt is om gewoon een aantal doodles te maken, dus ik ga gewoon beginnen. Wat ik zelf nu het lastigste vind, is dat er van alles mogelijk is. Dus ja, wat doe je dan uiteindelijk? Als je zo'n kleurenpalet kiest, dan help je jezelf ook een beetje beperken in de keuzes die je hebt. Wat soms heel makkelijk kan zijn. Maar uiteraard kun je ook deze DIY doen met de kleuren die jij het leukst vindt. Het lijkt mij leuk om een soort regenboog te maken. Dus ik begin hier in de hoek en ik trek een lijn naar de onderkant van mijn bak. En onder die lijn trek ik nog zo'n lijn. Ik houd overal ongeveer evenveel ruimte tussen. En dat kleur ik in. En dan pak ik de volgende kleur erbij en dan trek ik eigenlijk daarboven zo'nzelfde lijn. En ook die ruimte die kleur ik weer in. Ik probeer heel voorzichtig langs de roze kleur te gaan. Je kunt natuurlijk ook wachten tot die kleur droog is. En ik denk zelfs dat als de kleur droog is, je er ook weer met een andere kleur overheen kan. En dat het gewoon blijft dekken. Wat ik zelf heel erg leuk vind aan dit soort stiften, is dat je heel precies kunt werken. Nog net iets preciezer dan met een kwast. Dat geeft je dus ook de vrijheid om weer andere dingen te maken. Wat lijkt jou fijner? Met zo'n stift werken of toch liever gewoon verf en een kwast? Het valt me echt niet tegen hoe dekkend ze zijn. Dit ziet er toch leuk uit. Ik ga weer even terug naar de roze stift. En hiermee ga ik nu bloemen maken. Maar ik maak ze wel een beetje abstract. Ik begin met een cirkel. En dan laat ik er een beetje ruimte omheen vrij. En dan begin ik pas met de blaadjes. Eentje groot. En eentje weer wat kleiner. En dit wissel ik af. En hier beneden maak ik nog zo'n bloem. Dus ik begin met een cirkel. Ik laat een beetje ruimte eromheen vrij. En dan begin ik met de blaadjes. En ik probeer bij deze bloem iets meer blaadjes te doen, zodat niet elke bloem hetzelfde is. En laten we hier nou nog eens zo'n regenboog maken. Bij bloemetjes horen natuurlijk ook blaadjes, dus die ga ik ook maken. En ik begin, ik denk, vanaf hier. En dan trek ik een lijn omhoog. Ik maak gewoon wat verschillende doodles die leuk bij elkaar passen. Bij bloemetjes moet ik bijvoorbeeld denken aan blaadjes, dus die maak ik nu. En je kunt het natuurlijk helemaal aanpassen zoals jij dat wil. En zo'nzelfde takje, die maak ik hier nog eens. Maar dan begin ik hier in de hoek. Trek ik een lijn omhoog. Maak meteen het eerste blaadje bovenaan. En daarna maak ik steeds gelijk aan de
linker en rechterkant ook weer blaadjes. Het is leuk om te zien dat de verf hier al wat opdroogt en dat het hele mooie matte kleuren worden. En ik denk dat we hier nog wel ruimte hebben voor een extra bloemetje, dus die ga ik maken. En misschien wel leuk om hier en daar een stipje te zetten tussen de blaadjes in. Dat ga ik ook bij de andere bloemetjes doen. En dan wil ik ook heel graag een tekst hierop hebben. Daarvoor begin ik gewoon weer met die roze kleur. Ik ga art supplies opschrijven. Maar zometeen zul je zien dat ik met wit nog wat accenten maak. Ik probeer mijn letters een beetje in dezelfde stijl te maken. Dus eigenlijk alle drie de letters van het woord art probeer ik in hoofdletter te maken. En als je merkt dat je kleur niet meer zo mooi dekt, probeer hem dan nog een keertje te pompen op bijvoorbeeld een kladblaadje. De letters zijn al heel leuk, maar ik ga met deze witte stift wat details aanbrengen. Ik trek eigenlijk deze lijnen een beetje over. Eigenlijk maak ik er een streepje net naast. En dat doe ik bij alle drie de letters. Ik denk dat ik ze nog meer wil laten opvallen. Dus in plaats van zo'n streepje aan één kant, ga ik gewoon de hele letter omlijnen. En het vlak in de A en de R, dat maak ik helemaal wit. Ik vind het toch niet zo mooi. Heb je nou net zoals ik iets gedaan wat je niet mooi vindt? Als je er een beetje snel bij bent, kun je met een natte doek je fouten nog herstellen. Als de verf straks droog is, kun je er gewoon nog een keer overheen. De verf is inmiddels droog, dus ik ga er nu gewoon nog een keer overheen. Alle lijnen die ik per ongeluk weg heb gehaald, die trek ik nog eens over met roze. En zo zie je dus ook dat de verf in het begin lichter is dan hoe hij uiteindelijk opdroogt. Je kunt dus ook heel erg leuk in lagen opbouwen met dit soort stiften, omdat je ze ook over elkaar kunt gebruiken. Dus dat je bijvoorbeeld eerst een blauw vlak maakt en daarna daar met geel overheen gaat, zonder dat het dus groen wordt. Zorg er dan wel voor dat je eerst de blauwe kleur of de achtergrondkleur goed laat opdrogen voor je met de volgende kleur aan de slag gaat. En nou is het me opgevallen dat deze punt een aardig stuk dunner is dan bijvoorbeeld de meeste kleuren. Dus ik denk dat we hier ook mee kunnen handletteren. Laten we het gewoon proberen. Zo te zien lukt dat prima. Ook hierin wil ik nog wat details aanbrengen. Zo maak ik de uiteinden van mijn letters even net iets dikker. En ook alle lijnen naar beneden, die herhaal ik nog eens. Dus die maak ik ook net ietsjes dikker. En dat trucje heb je me ongetwijfeld vaker zien doen. Maar het is zo'n makkelijk trucje met een leuk effect. Ik vind de bak al heel erg leuk worden. Maar we hebben hier en daar nog wel wat vlakken over. Dus we gaan nog wat doodles maken. Ik teken hier nog zo'n takje met blaadjes eraan. En ook bij deze kleur zie je goed dat hij dus eerst wat lichter is, maar uiteindelijk wat donkerder opdroogt. Het lijkt me ook leuk om zo'nzelfde takje hierboven te maken. En laten we ook nog een bloemetje maken. Ik denk dat we die stipjes best hier en daar een beetje terug kunnen laten komen. Gewoon op deze manier. Hier en daar zetten we gewoon wat van die stippen neer. Kijk wel goed uit dat je niet, terwijl je dat doet, met je hand in de andere verf gaat zitten, zoals ik net deed. Nou heb ik expres niet zoveel met die rode kleur gedaan, omdat die vrij opvallend is. Maar hij is nu misschien iets te weinig aanwezig, dus ik ga ook nog wat van die stippen zetten met rood. En heb je dan toch per ongeluk met je hand in de verf gezeten, zet er een stipje overheen, dan valt het niet meer op. Het lijkt me leuk om met wit nog een soort monstera bladeren te maken. Daarvoor trek ik een lijn naar de zijkant toe. Ik maak eigenlijk een soort haakje en ik ga weer terug. Iets naar beneden, weer naar de zijkant, weer dat haakje en weer terug. Maak ik een soort pijltje en dan doe ik eigenlijk wat ik zo net ook deed, maar dan in spiegelbeeld. En zo lijkt het een beetje op een blad van een monstera plant. Die ga ik hieronder nog eens maken. En je kan een beetje variëren in de grootte en de hoeveelheid van die gaten er in het blad zitten, om het zo maar te noemen. Dat vind ik zelf altijd wel het leukste, dat het niet helemaal hetzelfde is. Eigenlijk zoals we ook bij de bloemetjes hebben gedaan. De bladeren die kleur ik in met de witte stift. En nog eentje hieronder. En dan doe ik hem gedeeltelijk over de regenboog. Kunnen we meteen even testen hoe de verf dan uitpakt. Nou, zo op het eerste gezicht lijkt hij goed te dekken. Terwijl dat droogt, zet ik ook nog wat oranje stippen.
En nu onze bladeren min of meer droog zijn, wil ik met roze nog een beetje detail erin maken. Door een lijn te trekken, van boven naar beneden. En dan ook nog wat lijnen naar de bladeren toe. Ik vind het echt super leuk om te zien hoe goed de verf dekt op deze ondergrond. En dan heb ik de meeste dingen eigenlijk ook maar in één laagje gedaan. Dat is toch tof? Dit zijn mijn creaties die ik heb gemaakt met de paintmarkers. Ik vind ze allemaal heel erg leuk, maar mijn favoriet is toch wel het kleine pennenbakje met de bloemen. Ik kan niet wachten om die op mijn bureau te zetten. Zoals altijd hoop ik je ook vandaag weer geïnspireerd te hebben met deze ideeën. En ik ben vooral ook heel erg benieuwd, wat zou jij hiermee maken? Waar ga jij het liefste mee aan de slag? Is het misschien een van de producten die ik je eerder heb laten zien? Of zou je ergens anders op werken met de stiften? Laat het me weten in de reacties hier beneden. Altijd leuk om te lezen. En wil je nog geen enkele DIY missen of een andere leuke video missen op dit kanaal? Abonneer je dan, dan blijf je op de hoogte van elke nieuwe video. Voor nu, bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doeg!